Hallo allemaal. Leuk dat u er bent, leuk dat u kijkt. Mijn naam is Jaak van der Wal. En Thoreau zegt eigenlijk, in het kort, zo interpreteer ik het althans, laten we nou ons mens zijn koesteren. We zitten in een bijzondere tijd, dames en heren. We leven in een tijd waarin wij onszelf een beetje aan het weggeven zijn aan de techniek. Allemaal in de veronderstelling dat de techniek en de moderniteit ons leven makkelijker gaat maken, handzamer gaat maken. En dat we daardoor, en dat is het grote misverstand, meer tijd zouden over hebben. Tijd om leuke dingen te doen. Die je ook kan doen. Ik las onlangs dat ons koffieheiligdom Starbucks. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar er zijn ook andere koffietentjes. Hè? Maar Starbucks heeft een app tegenwoordig. Tuurlijk, iedereen heeft een app. En de app gaat erover dat je in principe, als je in de buurt bent van een filiaal, kun je een bericht uitsturen van, hey, ik kom eraan. En op dat moment gaat er een barista, en dat is nog altijd een mens, gaat dan een koffie voor jou maken. En dat is dan precies de koffie die jij wil hebben. En dat is waanzinnig, want dan kom je binnen en dan staat hij al klaar. Tuurlijk, het is een prachtig idee. Alleen ik dacht meteen, ja, tuurlijk, het is een voorbeeld van wij die als mens de techniek leidend laten zijn. Maar vervolgens verliezen wij een groot goed, namelijk onze vrijheid. Want bedenk je wat er op dat moment gebeurt voor schuldige mensen zoals wij. Je hebt jezelf een schuldgevoel opgelegd. Want ja, je kan nu niet even een winkeltje induiken. Of je kan niet even een andere straat in. Want nee, er staat iemand jouw koffie te maken. Dus opeens heb jij een probleem voor jezelf gecreëerd. Terwijl je denkt dat je leven makkelijker wordt. Dat is bijzonder. Een vriendin van mij die zit op Tinder. U zit misschien ook wel eens op Tinder. En voor de mensen die kijken die niet weten wat het is, ga op Tinder. En u zult ook iemand vinden die niet op Tinder is. En dat is dan een match. Maar Tinder is ook bedacht om tijd uit te sparen. Hè? Want het zegt natuurlijk van je kunt dan via de digitale snelweg kun je elkaar leren kennen. Er is een match. Dan hoef je dat in de kroeg allemaal niet te doen. Je kunt met elkaar praten. En dan uiteindelijk bespaar je heel veel tijd. En kun je eigenlijk meteen beginnen met kinderen maken. Ik heb onlangs eens een keer zo'n chatsessie bekeken van een vriendin van mij met een jongen. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ik ben niet zo goed in openingszinnen. Oh, maar voor de rest ben ik een leuke jongen. Ik denk, dit gaat sowieso nog heel lang duren. Dit heeft niks met tijd winnen te maken, volgens mij. Het probleem van de techniek is dat de techniek suggereert dat het oplossingen heeft voor dingen die in essentie eigenlijk helemaal geen probleem zijn. Onlangs was ik ergens en ik blijf merken noemen, maar er was iemand van een koelkastmerk en die kwam een revolutionair idee uitleggen, want dat is de techniek vaak, revolutionair. En hij kwam op en hij zei, we hebben een gigantisch groot probleem in dit deel van de wereld. Zo beginnen ze altijd, er is een gigantisch groot probleem, ze hebben de oplossing. Het gigantisch grote probleem was namelijk, hij zei, wij doen 60 tot 70 keer per dag de koelkast open. Vond ik veel. Ik dacht, volgens mij heb jij een ander probleem. Maar dat maakt niet uit, dat is een ander congres. Kom ik ook wel optreden. Ik kan altijd. Maar goed, hij zei, we doen 60 tot 70 keer per dag de koelkast open. En dat is enorm slecht voor het milieu. Gaat heel veel energie verloren. En daarom zei hij, hebben wij een revolutionaire koelkast bedacht. Namelijk een koelkast met een sensor en ontspiegelend glas. Dus de koelkast registreert dat jij eraan komt. Dan ontspiegelt het glas en dan kun je zien wat er in de koelkast staat. En hij keek echt de zaal in van, ik wil een koekje. Zo keek hij. Terwijl ik dacht alleen maar, je moet nog steeds de koelkast open doen. Hebben we nog melk? Ja, kijk, daar staat het. Hoeveel? Geen idee. Het staat achter glas, ja. Er komen zelfrijdende auto's. Dat zal ons leven vergemakkelijken. Want je houdt tijd over, tijd om andere dingen te doen op de achterbank. En er is een auto die zelf voor jou rijdt. Het mooie is natuurlijk dat de zelfrijdende auto, hoe technisch het ook is, heeft natuurlijk een zeer menselijke essentie. Want er moet software worden gekozen die aansluit bij een bepaald type chauffeur. Want ja, zeg je nou een
voorzichtige chauffeur in de zelfrijdende auto? Of zit je een assertieve, agressieve chauffeur in de zelfrijdende auto? Ze hebben proeven gedaan met voorzichtige chauffeurs. Dat begint eigenlijk al behoorlijk ook een sof uit te lopen. Omdat die voorzichtige chauffeurs komen niet ingevoegd op de snelweg. Dus je hebt zelfrijdende auto's die bij iedere auto denken, nee, ga jij maar eerst. En ja, dan zit je daar op de achterbank met al je tijd, hè? Vast op de oprit. Nee, de suggestie is dat het ons leven allemaal... En nogmaals, kijk, ik ben niet beter dan wie dan ook. Ik val ook weer voor ieder stukje technologie, voor ieder stukje software, denk ik ook al waanzinnig. Dit gaat mijn leven zoveel beter maken. Ik weet niet waarom, maar het heeft een zweem over zich van... Dit lost inderdaad het probleem op wat ik heb. Terwijl ik weet niet wat het probleem is, maar dat maakt niet uit. Ik heb een app op mijn telefoon voor de sportschool, dames en heren. Ik ga naar de sportschool. U ziet dat natuurlijk ook zelf wel. En ik ga naar de sportschool. En de app communiceert met het apparaat op de sportschool. Het is waanzinnig. Dus dan kom ik binnen met mijn app. En dan hou ik de app bij het apparaat. En dan zegt het apparaat, hello, jee, jee. Vind ik leuk. Vind ik leuk. En dan ga ik sporten, ook het apparaat. En dan slaat het apparaat op, ook de app, wat ik heb gedaan. Tot zover de techniek. Ik kreeg laatst om 3:30 in de nacht kreeg ik een pushbericht van mijn app. U bent goed bezig. Nou ja, ik weet niet wat daar aan techniek achter zit, welke algoritmes dat zijn, maar het klopt natuurlijk niet. Ons mens zijn, ons rare brein, dat is iets wat de techniek natuurlijk nooit kan vervangen. Het feit dat wij intuïtie hebben, dat wij fouten maken, dat wij ons herzien, dat wij terug kunnen komen op dingen, dat kan de techniek natuurlijk uiteindelijk allemaal niet. En dat is zo mooi. En nogmaals, wij denken allemaal, net als Thoreau zei, wij denken allemaal van ja, we gaan vooruit met ons leven, maar we gaan niet vooruit. Ik las laatst een geweldig verhaal over social media en over het feit dat mensen nu met social media aan het communiceren zijn. En u kent Twitter, u kent Facebook, u kent Instagram misschien, maar je hebt sinds kort ook Snapchat. En Snapchat, dat zijn korte berichten die je naar elkaar stuurt. Waanzinnig. En een van de ongeschreven regels binnen de Snapchat-wereld is dat je nooit mag openen en niet beantwoorden. Dat mag niet. Je mag niet het bericht van iemand zien en niet terug beantwoorden. Dat mag niet. Dat is not done. En als je het dan toch doet, dan moet je iemand anders dubbel zo lang niet beantwoorden dat hij jou niet beantwoord heeft. Dat is het oude afstoten en aantrekken wat we uit de oudheid nog kennen, bij wijze van spreken. Maar dat is nu allemaal vervat in een Snapchat gesprekje waarbij je elkaar wel of niet opent en beantwoordt. En de manieren om met elkaar te communiceren zijn verhonderdvoudigd. Alleen wat we uiteindelijk met elkaar communiceren, dat is de essentie. En dat wordt er niet beter op. Als je nagaat, vroeger bij de Indianen, als die elkaar iets wilden vertellen, die moesten moeite doen. Indianen moesten naar een berg een vuurtje maken en dan boven dat vuurtje met een kleedje zo. En dan kwamen er allemaal rooksignalen die kenden zij, die beheersen zij. Dan wisten die andere stammen in de buurt, aha, er is iets. Er is een oorlog. Er is een koning geboren. Er is iets. Er was geen Indiaan in die tijd die het in zijn hoofd haalde om ook een ochtend in zijn eentje naar de berg te lopen. Vuurtje maken zo. Huppakee. En dat die andere stammen zoiets zagen van, joh, wat me nou toch is gebeurd. Ik was de wigwam uitgegaan. En toen dacht ik, heb ik hem nou wel dicht gedaan? Nou, wat bleek, ik had hem gewoon dicht gedaan. Hashtag lekker bezig. Nee, nooit gebeurd. Uiteindelijk gaat het nog altijd om wat we met elkaar communiceren. Hoe we met elkaar communiceren.
En ja, tuurlijk, we willen ons leven essentiëler maken. En we willen ons leven zodanig maken dat we inderdaad meer tijd over hebben voor leuke dingen. Terwijl de leuke dingen zijn gewoon onder ons. Namelijk, wij zijn mensen. En mensen zijn leuk omdat ze raar zijn. Omdat ze rare gedachten hebben. Omdat ze fouten maken. Omdat ze ernaast zitten. En dat is de leukheid uit het leven, zal ik maar zeggen. Dat zul je nooit uit techniek halen, want het gaat over perfectie. Ondertussen hebben we natuurlijk nog steeds enorme problemen in onze eigen mensenwereld, waar we een oplossing voor moeten vinden. Ik heb geen idee wanneer dit wordt uitgezonden, maar ik reed onlangs over de snelweg en ik zag een grote overheidscampagne over de bok, over de bewust ongeschonken bestuurder. En u ziet ze allemaal, die borden, en er staat heel groot: ben je de bok? Zeg het hardop. Dat is een probleem waar we te lang overheen gekeken hebben, dames en heren. Er is een te grote groep mensen die de hele avond cola en Ska Rood gedronken heeft en daar niet voor durft uit te komen. En dat is een gigantisch probleem. Er zitten allemaal mensen totaal nuchter op de achterbank te zwijgen, terwijl er in de voorbank iemand dronken aan het sturen is. Dat is een groot probleem, dames en heren. Laten we in mensnaam ons mens zijn koesteren, dames en heren. En natuurlijk de techniek proberen voor ons te laten werken, maar onszelf nooit weggeven aan de techniek. Volgens mij is dat de grootste, belangrijkste boodschap van dit kleine praatje wat ik heb gehouden. Dus nogmaals, ik snap dat je zin hebt in koffie. En ik snap dat het heel handig is dat iemand dat al gemaakt heeft. En het scheelt je een minuut, maar je mist het potentiële verhaal wat jouw dag leuker gaat maken. Dus geef jezelf nooit weg aan een app. Blijf intuïtief, blijf raar, blijf mens. Nog een hele fijne middag. Dankjewel.